suddenly I stopped producing breast milk, so now I collect breast milk for my friends. Ja, besef, dan heb je melk van andere moeders in je koelkast staan. En dan heb je ook nog eens op iedere zak je naam staan van wie het is. Kan het nog gekker? Yo, mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick. En we hebben al eens een video gemaakt over families die alles goedkoop deden. En deze video's vonden jullie super leuk, dus vandaag gaan we reageren met weer zo'n soort video. Maar dan hebben we vandaag een moeder die alles zo goedkoop mogelijk wil doen. Of ja, eigenlijk beter gezegd, als het kan, gratis. Working mother Apple Malesho's obsession to save money is her driving passion. Ja, hier horen we al dat haar grootste passie weinig geld uitgeven is. Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Wow, Chloe! What is that? Oh, look! Ja. Deze moeder is dus met haar dochter in een speeltuin en komt daar dus speelgoed tegen. Ze geeft het aan haar dochter. En beseft dat dat speelgoed er misschien al dagen of misschien wel jaren of maanden of weet ik veel daar al ligt. Het kan super smerig zijn, er kan een hond overheen hebben geplast, een kat op hebben gekakt, gasten op hebben gespuugd, je weet maar niks. En zij geeft het gewoon aan haar kind. Ja, omdat ze dus zelf geen speelgoed wil kopen. Dat is vrij gierig. Voordat we verder gaan met deze video wil ik je iets vragen. Want ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. Mijn doel is namelijk 350.000 abonnees te behalen voor 1 januari. Het lijkt nog onmogelijk, maar niks is onmogelijk, zeg ik altijd. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat meteen. En misschien halen we dan gewoon de 350.000 abonnees. En dan gaan we nu verder met deze video. Kids leave toys all the time. If they're unclaimed, why not pick them up and take it home with you, because they're free. Ja, ik snap dus dat het leuk is om gratis speelgoed te regelen voor je kinderen. Maar ik vind het niet echt een fijn idee dat dat kind nu speelt met speelgoed waar waarschijnlijk een hond overheen heeft gekakt, een kat op heeft gepist, misschien wel een oude oma per ongeluk op heeft zitten spugen. Dat is voor mij gewoon niet echt een fijn idee. It's perfectly fine. We just wash it off and it's clean. It's missing two wheels. She can still play with it, Vic. Ja, wat heb je met een auto met maar twee wielen, zou je denken. Maar ja, je kan er volgens deze moeder nog altijd mee spelen. When we first had Chloe, I noticed her being more frugal than she normally was. Suddenly I stopped producing breast milk, so now I collect breast milk for my friends. Godverdamme! De moeder van het kind kan dus geen borstvoeding geven. Dus als alternatief verzamelt ze het maar van haar vrienden. Even serieus. Hoe smerig is dat? Al mag je je vrienden heel en dan ook echt heel, heel erg. Je gaat toch niet je kind melk geven van andere moeders? En al helemaal niet als het er zo uitziet als in deze koelkast, zeg maar. Het is letterlijk helemaal geel. Nogmaals, godverdamme. Amy is from my yoga class. Jessica is actually one of my coworkers. Chloe prefers Jessica's milk over anyone else's breast milk. I mean, this is her fave. She'll drink the others, but this is more her preference. Ja, besef, dan heb je melk van andere moeders in je koelkast staan. En dan heb je ook nog eens op iedere zak je naam staan van wie het is. Kan het nog gekker? Kan het nog gekker? Dat is de vraag. Free breast milk saves Apple over $1,000 a year off the cost of fortified toddler milk. Oké, ik ga dit voor je liegen. €1000 per jaar besparen is best wel de moeite waard, zeg maar. Maar ja, of het dan per se op deze manier moet, dat vraag ik me dan af. Having a baby made me more obsessed with saving money. People buy baby wipes, moist towelettes, but instead I like to make them at home. Oké. Dus ze maakt zelfs babydoekjes thuis. Die heb ik persoonlijk nog niet eerder gehoord. Nee, echt niet. Nou ja, persoonlijk ben ik best wel benieuwd hoe ze dat doet. En ik denk jullie ook. Ja, wauw, met een keukenrol. Met een keukenrol, met een keukenrol. Hoe skeer wil je het hebben? Maar ja, misschien werkt het wel gewoon ontzettend goed. Wie weet. Oké, here we go. You have moist towelettes. I use this to wipe my hands with it. And or wipe the tables, like my kitchen table, my kitchen counter. This is totally reusable still, so I use the wipe to wipe her bum with. Ja, dus dan maak je je tafel schoon met een doekje dat al heel erg skeer is. En dan wil je hem ook nog eens hergebruiken. Hé, man bro, dat is vrij heftig, man bro. Apple's homemade wipe saves her 50 cents a day for 6 diaper changes. Oké. Hey, bij deze, nu gaat ze echt te ver. 15 cent, hè. 15 cent is letterlijk bijna niks. Ik zou daar in ieder geval niet de tijd voor nemen, zeg maar. A changing table is one of the most expensive things that a new mom has to buy.
So instead of spending $200 on a changing table, I got mine for free at a gas station that was going out of business. Ja, zelfs een verschone tafel heeft ze dus gratis gefixt. Alleen zat de tafel wel een klein beetje onder duct tape. Maar ja, hè, zolang het maar gratis is. I thought it's kind of weird, things from the gas station aren't clean. People use changing tables all the time, so why not use this one? Ja, daar had haar man wel even een goed puntje hoor. Ja, namelijk in het tankstation zijn er heel veel mensen die de verschoontafel daar gebruiken. Dus ja, dan is de vraag, hè, betaal je dan liever €200 voor een nieuwe? Of één die gratis is, die helemaal vies is? Nou ja, ik zou het wel weten. He's also found a way to save $450 on diapers themselves. Ja, wow, ze bespaart dus ook nog eens €450 aan luiers. Nee, serieus jongens, €450 is best veel. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat deze moeder wel meer geld bespaart dan alle andere moeders die ik al op mijn kanaal heb gehad. En geloof me, ze zijn allemaal heel erg. Dus ja, deze moeder, chapeau. Why not use t-shirts to make reusable cloth diapers? Ja, wow, oké, wow. Een t-shirt als luier. Hey, deze zetten we weer in de sector vrij heftig. Ik zou ze persoonlijk dan maar gewoon kopen. You cut the sides and cut the sleeves off. En fold the flaps. And there you go. Ja, en zo maak je dus een luier met een oud t-shirt. En ik heb zo'n vermoeden dat die t-shirts zelfs van een tweedehandse winkel zijn. Of misschien heeft ze hem ergens gratis op straat gevonden. Even serieus. Deze moeder is echt de goedkoopste ooit. En daarbij wil ik ook deze video eindigen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. 350.000 abonnees voor 1 januari is het doel. Volg me ook op Instagram @Mick van YouTube. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.